121. Dat is een goed begin. En dan naar Bolzai toe. Painter. Ja, dat is knap zeg van Kevin Painter. Hij stond echt onder druk nu. En dan weet hij deze 121 uit hoe te toveren. De winnaar van de Players Championship Final. 121. Naar dubbel 18. Prima gedaan. Het is een mooie wedstrijd geweest. Triple 17 voor Park. En dan mag hij naar Bolzai. John Park. Ja, ja. Een 121 finish. En dat bezegelt min of meer het lot van Brandon Dolan. Het zal toch niet weer gebeuren. Hij begint goed, gaat naar de 11 toe hierna. En dan naar Bolzai. Hamilton. Boom. Het is onvoorstelbaar knap hoor. Het is onvoorstelbaar knap. Eddie Hamilton. En hij staat weer een break voor. Dat is een aardig rijtje wat hij daar helemaal lukt. Misschien iets te veel forceren. Maar goed. Nu naar Bolzai. Ja hoor. En dan gaat dit weer zo gemakkelijk. Die heeft een triple, dan gaat hij naar de 16 toe. Gaat hij ook een pijl op een dubbel krijgen. Die dubbel is Bolzai. 123 voor Brandon Dolan. En die is echt terug in de wedstrijd nu hoor. Wat een prachtige finish voor Brandon Dolan. Op dit moment. Ja, we hadden die partij al verkocht. Beaten. Naar dubbel 11. Ja, het gaat snel als Beaten aan de hoek staat. Maar het is een... Walsh naar dubbel 11. Walsh met een 124 finish. Maar de nummer 1 van de wereld mag wel als eerste. Voor triple 20 en tops. Die zit erin. Tops voor Taylor. Boom. Ja, dit is wel een wedstrijd hoor. Je verwacht. Tenzij Monk die 126 wegneemt. Die begint goed. Dat is ook goed. Bolzai voor Monk. Ja, knappe finish van Aaron Monk. Die de wedstrijd draaiende houdt met deze 126 finish. Voor de King. En dus triple 19 uiteraard. En nog eentje voor dubbel 6. King begint met een 126 finish. En vertrekt geen spier. 128 ondertussen voor Kist. Die begint met een triple 18. Nog eentje erbij. Dan mag hij naar dubbel 10. Christian Kist. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Die staat, die finish is lekker te gooien zeg. Ja, zojuist 102. Nu weer een geweldige finish. Triple 20 en Bolzai om er een eind aan te maken. En dat doet hij. Instel maakt van Gerber er een eind aan. Hij... Triple 20 alweer geraakt. En dan mag hij naar dubbel 5. Gary Anderson. En die gooit dan de leek daarna weer 130 uit. En zo hebben de heren een tweede break forceren. Triple 20. En ook hij naar Bolzai. En bij hem valt hij wel. Van Gerwen komt op 7-4. En deelt weer een tik uit. Alles. En dan blijft de trippels makkelijk raken. Triple 17 ook al. En dubbel 10 voor Webster. Zo. Jonge, jonge, jonge. Webster zeg. Die ineens de volgende andere dingen bezig is. Gaat Hamilton naar triple 19 toe. En naar dubbel 8 voor een 133 finish. Ja, knap van Hamilton. 133 uitgegooid en 15-9 voor.
fraais gezien in dat opzicht. Zeker van de kant van Wes Newton. Bracht hem overigens niet te zegen. Nou, Hamilton gaat ook naar dubbel 7 toe. Tja, ja, jongen. Knap hoor. 134 finish voor Hamilton. De eerste partij van de... Het heeft geen enkele invloed op deze leg, want Van Gerwen gaat gewoon door naar dubbel 16 voor een 134. Het is, ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Helemaal niks. Ik moet niks meer, ik moet eigenlijk gewoon kijken. Het is zo heerlijk. Begint goed. Triple 14 voor dubbel 16. Is nog steeds mogelijk voor de 3-2 voorsprong. Jongen, 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 ja. Het zijn de scores van Van Gerwen waar. 141. Dat kan met triple 19 en dubbel 12 van Barneveld. Ja, dat is een lekker begin. Dat is een lekker begin. 141 finish in de eerste. 42 voor Win Stanley. Weer die triple erin. Triple 14 op de bullseye. Kies voor triple 14 en tops. Dean Win Stanley komt 3-0 voor tegen Simon Whitlock en staat. Fantastische speler. Bullseye over voor Lewis. Zo, dat is een mooie finish, zeg. Adrian Lewis. Triple 19, tops en bullseye. Wat meer is het niet. Maar Kanchuk kan wel raak zijn natuurlijk als je twee keer triple 20 en dubbel 14 gooit. Die dubbel 14 heeft hij al zoveel opgeoefend. En deze keer is het ook echt zo. Oefening baardkunst. Prachtige 148 finish van Scott Waite. Brengt de break en de 5-3 voorsprong. Dat je er nog nooit helemaal bent, behalve als je de laatste dubbel gegooid hebt. Simon Whitlock weet dat als geen ander. Met 15-8 voor. En kijk eens. Dubbel 16. Voor een finish van 152. Het is werkelijk ongelooflijk. Had er al eentje van 134. Rust kan hij deze finish uit gaan gooien. En dit is natuurlijk ideaal. Kijk eens de rust bij Van Barneveld. Dubbel 18. Kijk eens. Een finish van 156. Harms ligt in de touwen. Zoveel is daar. 61. Ja, die is goed. Triple 17 is ook goed. Bullseye voor Henkie. Ja, 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 ja. Oh, hij kan het nog steeds hoor. Hij kan het nog steeds. Ten Henkie. Ja, ja, ja. 64. Henkie, triple 19 is raak. De tweede ook. Gaat hij voor Bullseye, Taylor? Hij gaat ervoor, gewoon omdat het kan en omdat hij wat indruk wil maken. Even de spierballen flexen. Prachtig. En dan meteen die ontlading erachteraan. Ja, dan kan die. 164 voor beide mannen. Walsh mag als eerste proberen. Die mag alle drie proberen. Bullseye. Oh, mooi zeg. Walsh gooit, nadat hij eerder 124 had uitgegooid, nu ook 164 uit. Kist voor de wedstrijd. Newton naar triple 18. Newton naar bullseye voor 164. Oh, wat een moment. Wat een moment. Dit is 24 karaat. Ja, de Britten breken de Civic Hall af. Finish van 170, de hoogste finish. Triple 20 gegooid. Nog eentje voor Bullseye. Bullseye voor een finish van 170. En hij gooit 170. Fantastisch. Van Wesley Harms. En zodoende komt hij terug tot 7-3. Van Barneveld kan erom lachen. Geeft ook de complimenten aan. Op een finish. De hoogste. 1 triple 20 gegooid. De tweede gegooid. En Bullseye. En een finish van 170. Hij doet hetzelfde wat Wesley Harms gisteren deed tegen Van Barneveld. Een finish van 170 jaar, hier deel je een tik uit hoor. Ja, je ziet hem kijken, hè. Wade sta je op een finish deze kwartfinale. Triple 20. Triple 20, weer bullseye. Weer bullseye. Nou, dit is toch ongekend. Dit is een fenomeen, deze 23-jarige Noord-Brabander. Stanley wint. Het kan, deze leg via een 170, zijn derde. Jawel hoor. Nummer 3.
17 flag is Michael de first. Helemaal. Zes pijlen voor deze 170. Dat is een triple 20. Dat is een 2. Hij gaat ervoor. Ik weet het zeker. Ja hoor. De vierde keer in dit toernooi dat Michael van Gerwen een 170.